Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Ja! Wij gaan jou naar school brengen. Yay! En dan gaat mama naar de winkel. We zijn inmiddels terug van Liam wegbrengen en even naar de winkel. Jordi is boos momenteel op mama, want ik heb een andere Boomba aangezet dan dat hij gewend is. Heb ik expres gedaan, want hij moet wennen aan andere dingen. Hij is niet blij. Hij is echt niet blij. Die is gewoon Boomba. Elke keer als hij losgelaten wordt, dan wil hij weg. Dus ik heb hem nou bij me neergezet, zodat hij even moet kijken. Jij bent ook een stoere cowboy. Ja. Is toch echt Boomba? Is toch Boomba? Oh, hij is echt niet blij. Maar hij luistert wel. En dat is ook belangrijk. Dan is hij veel rustiger. Oh, dat kan toch veel, veel ontspannender. Hallo. Weet je wat wij vandaag allemaal zijn gaan doen? Wij zijn naar de dierentuin geweest. En daar hebben we allemaal dieren gezien. Zoals een echte aap. Wat voor geluid maakt een aap? En een grote olifant. Dat is een brave meid. Ik ken deze tekst wat eenmaal in mijn kop. Ik kan net zo goed zelf actrice kunnen worden. Mwah. Wat een verschil, hè? Als hij iets leuk vindt en als hij iets niet gewend is. Joefie, wat ben je aan het doen? Je mag best bij Sammy liggen. Maar als Sammy jou pijn doet, kan mama er niks aan doen. Nee, ik zeg mama, ik moet eigenlijk vrouwtje zeggen. Je mag best bij Sammy liggen. Kom maar bij Sammy kijken. Oh, ik moet mij er ook niet mee bemoeien, hè? Nee. Sammy doet even slapen. Ja, daarom heeft mama die daar neergelegd. Vrouwtje die daar neergelegd, sorry. Jij reageert eerder op mama als vrouwtje. Maar goed, daarom had ik dus dat bokskleed aan op liggen. En Jordi is, zoals jullie horen, hier vroeg aan het kijken. Zo, ik heb Liam opgehaald met de kinderen. Onderweg hebben ze een croissantje gegeten. Jordi heeft zelfs twee op. Sam heeft ook stukjes croissant op. Binnenste. En ik ga nu even eten. Dan denk je bij je eigen Mandy, wat? Dit is kipfilet met mayonaise.
Het is gewoon volgesneden kipfilet. Dat pak ik om mijn eiwitten omhoog te trekken. En het is niet dat ik dit elke dag eet. Maar ik merk gewoon dat ik eiwitten nodig heb. Dus dan ga ik eten. En ik ga eventjes Expeditie Robinson kijken. Want ja, het wordt steeds spannender. Ik volg dat. Maar dat doe ik altijd de dag erna op Videoland kijken. In de tijd dat de kinderen slapen. Dus vandaag hoef ik niet veel te koken, want we eten frietjes. Dus ik hoef straks alleen maar de airfryer aan te zetten. En dan doet die de rest. Dus daar hoef ik verder niks aan te doen. Dus het is voor mij een redelijk rustig dagje. Wat dat betreft. Maar nu ga ik eerst eten en ik ga daar ook nog even uploaden. Zo, kindjes op bed, Jordi geholpen. Nou ga ik even mijn nagels doen. Je ziet het niet goed, maar ik heb uitgroei. En ik haat uitgroei. Dus vandaar dat ik ze ga doen. Goedemorgen. Deze mama mocht uitslapen van Niels, maar ik heb niet echt uitgeslapen hoor. Want ik ben vannacht nog vaak wakker geweest, want Sam die was aan het spoken. Maar toen ze wakker gemaakt had, was ze licht ontvlambaar. Ja, toen was ik licht ontvlambaar, ja. Want hij staat 20.000 keer aan de trap te roepen. Ik zeg 20.000 keer, ja, ik kom eraan. En vervolgens, want er staat hier een babyfoon, hè, die op onze kamer zit vanwege Sam. Vervolgens zegt hij van, ja, kom nou. Ik zeg, ja! Ik zeg, iets minder vriendelijk, maar... Ja. Nu is papa bezig met fruitje geven. Papa zelf gemaakt. Ja, ik heb het laatste touch aan toegevoegd. Zodat in ieder geval de kindjes snel hun fruit hadden. Papa is namelijk iets langzamer hierin. Maar ja, hij doet dat ook niet dagelijks. Dus ja, hè. Dan is dat zo. Maar ik ben nog moe wakker geworden omdat ik opgestaan ben. Dus, ja. Maar goed. Ik weet niet wat ik vandaag allemaal ga doen. We zijn van plan om met Jordi vandaag of morgen te gaan wandelen aan zijn nieuwe rolstoel. Of buggy, weet ik het hoe je het moet noemen. In ieder geval, dat is waar we mee bezig zijn. Wat we willen doen. Maar ja, het regende net nog, dus... Ja, daar heb ik ook niet zoveel zin om in de regen rond te gaan lopen. Dus we kijken heel even hoe het weer loopt. En voor de rest ga ik dadelijk heel eventjes was aanzetten. En als de kindjes straks weer wakker zijn, dan doe ik heel eventjes de bedden verschonen. Dus dat is sowieso wat ik vandaag wil doen. En voornamelijk dan een beetje opruimen hier beneden. En een beetje, ja, die dingen. Trouwens, wat ik nog vergeten was, mijn nagels. Ze zijn zwart met een zilveren glitter. Net zoals papa. Ja, net zoals papa. Papa heeft ook altijd zwarte manicure van zijn werk. Maar ik vond ze wel... wat hebben. En onthoud, ik doe ze natuurlijk zelf. Hè? Dus het is nooit helemaal 100% zoals het hoort te zijn. Ik ben ook nooit helemaal 100%. Nee, dat klopt. We hebben niks gedaan vandaag. De kindjes hebben geslapen. En wij zijn eigenlijk gewoon echt niks aan doen. Niels gaat zo even voor mij naar de winkel. En hier is Jordi.
Niet te kijken, jongen. Papa, doe nog eens wat je net deed met Liam. Nee. Jordi, op je komt. Ik heb Niels eventjes met Liam onderweg gestuurd naar de winkel om een paar kleine dingetjes even te halen. Ik moest ook een paar dingetjes voor de kindjes ook hebben. En Sam, die is continu naar de hondenbak aan het gaan. Nou is het zo dat Liam daar ook een tijdje heeft gedaan. En ik dus continu hier achter iemand aan kan rennen. Alsjeblieft, kun je weer opnieuw beginnen. Succes! Ik moest bijvoorbeeld rijst hebben. Die had ik niet meer. Ik dacht dat ik die nog had, maar die had ik niet meer. Dus ik moest rijst hebben. Want ik heb nog ragout voor de kinderen. Die heb ik uit de vriezer gehaald. Dus hun eten ragout met rijst. En Niels en ik eten een diepvriespizza. Want ik zeg tegen Niels, ik ga niet overdreven gek koken of zo. Ik heb daar echt geen puff voor. Dus dat is iets wat we niet doen. Dus Niels is even onderweg. En ja, morgen weer naar de winkel. Maar ja, ik moet even kijken. Dan moet ik voor maandag halen voor de Jordi school, voor Niels zijn werk. Dat soort dingen allemaal. Dus, maar ik had gewoon geen puff om weg te gaan. Niels is bij Jordi. Ik ben hier ondertussen aan het opruimen. Ik heb vandaag ook niet veel gedaan, daar ben ik ook heel eerlijk in. De afstandsbediening zoeken. Die staat altijd aan. Ik ben een podcast ondertussen aan het luisteren. Maar ja, ik ben al wel wat aan het opruimen hoor. Maar dit is een beetje wat Liam altijd voor een bende maakt. Dus ik ben nou even alles weer aan het opruimen. Dit is wat ze hier samen altijd voor een bende maken. De kleding ga ik zo dadelijk eventjes verschonen. Dus nieuwe kleding op. Maar dit is eigenlijk een beetje wat ze als bende hier maken. Dus ik heb daar ook alweer een hele hoop in gedaan al. Maar ja. Dat is dus wat de kinderen aan benden maken. En ja, hier de keuken moet ik even nog de aanrecht afdoen. En het fornuis even afdoen. En dan is dat ook weer klaar. Maar voor nu ben ik sowieso even voornamelijk met de benden hier bezig. Dus als het allemaal een heel eind weer opgeruimd is, is het weer klaar. Ik ben nu een kwartiertje bezig. Dus we hebben de boel hier gepoetst. Jordi is uiteindelijk in slaap gevallen. En ik heb wat lekkers gemaakt, of ja, gemaakt. Niels heeft straks wat lekkers meegenomen van de winkel. En ik heb het klaargemaakt, toch? Mm-hmm. Dus we gaan nu lekker snoepen en tv kijken. Serieus je middelvinger naar op te steken. We hebben namelijk Jordi speelgoed daar om het hoekje gezet. Oh, deze is een Liam-blokkade. Ja. Maar dan moet Jordi het even weten waar het staat. En dan is het goed. En je hebt de eierkoek. Kun je ook normaal doen met je eierkoek? Alsjeblieft, dankjewel. De Sammy. En daar is Niels. Dit is voor mij even de vaatwasser aan het uitruimen. Wanneer Jordi blij is dat papa hem oppakt. En dat papa een beetje doet wiebelen met hem. Dan gaat hij met zijn beentjes bewegen. En dan wordt hij vrolijk. Dit is omdat hij het leuk vindt. Dat hij met zijn beentjes wiebelt. Kun je echt aan hem merken als hij iets leuk vindt. En hij doet wiebel met zijn beentjes.
bedacht, hè? Weet je wat heel raar is? Jordi heeft al vanaf geboorte af aan dat wanneer Niels... Ik vind het onzin gebeuren, maar Niels vindt het leuk. Nou, oké, prima. Dan vind ik het prima als hij het af en toe kijkt. Vaak, hij kijkt het heel vaak heel veel, dus dan begin ik op een gegeven moment te... Cetera. Maar Jordi kan zich altijd, of het nou darten is, voetbal is of... Wat nog meer? Formule 1. Formule 1. Is er nog meer? Ja, er is nog wel meer, maar daar kijk ik niet. Oh ja. In ieder geval, als het een van die dingen is. Als het een van die dingen is. En Niels kijkt daar. Dan vindt Jordi het eigenlijk ook altijd wel leuk om te kijken. En dat vind ik zo verschrikkelijk irritant. En hij vindt dan grappig dat ik dat irritant vind. Maar gelukkig is er nog een keuken. Dan heb je geen last van de dachten. Gelukkig hebben we telefoons en koptelefoons. Want dat is wat ik dan vaak doe. Is gewoon mijn koptelefoon opzetten en zeggen tegen Niels... Jij bent papa, dus jij let op. En mama is bezig. Daag! Zo weet ik het meestal te regelen. Dit doe ik dus altijd als de flesjes er was. Ja. En nu ga ik de rest van de flesjes afmaken en zorgen dat er ontbijt is. Want we hebben zondag, hè? Dus het is de zondagontbijt. Ontbijtje klaar. Lekker happen. Yay.
En hoe doet hij, mama? Goed, heel makkelijk. Ik had moeten zeggen dat kei zwaar duwde. Ja, eigenlijk wel, hè, maar nou moet jij het niet duwen. Maar hij is heel fijn. Hij is echt heel fijn, want ik kan hem nog met 1,5 duwen. Laat zien dan hoe makkelijk je hem omdraait. En vind jij hem leuk, Jordi? Mij wel. Met de bril scheef op je neus. Hij zit hier te wiebelen ook met zijn voeten. Dan vindt hij hem leuk. Mama vindt hem ook fijn. Oké. Okay. Zo, we zijn dus even gaan wandelen naar de winkel. En Jordi vond het zo leuk dat dit uiteindelijk in de stoel in slaap gevallen is. We zijn toen weer teruggekomen. Toen hebben we even bij Boy aangeklopt. De peetoom van Jordi even zijn rolstoel laten zien. Of ja, zijn buggy laten zien. Mag ik geen rolstoel van Niels tegen zeggen. En dat is nu wat er aan de hand is. Liam die is gelijk bij Boy naar binnen gekropen. En Niels is daar nu even een bak koffie drinken. Ik heb de kip al aangezet. En die twee andere ratjes, die zijn hier aan het spelen. Dus daarmee moeten we doen. Ik geef even aardappeltjes schillen voor Sam en voor Jordi. En Liam, ik en Niels eten dit. Met appeltjes en worteltjes erbij. En we eten kippetjes. Dus echt van die kleine kippenpoutjes. Sweet. Ga de kerstkaart schrijven voor al onze kijkers die gereageerd hebben. Daar hebben in totaal, ik ga geen namen noemen wie er gereageerd heeft. Ik ga verder niet vertellen wie er een kaartje krijgen. Degene die een kaartje krijgen en die gereageerd hebben, die krijgen een kaartje. Dat weten diegenen die dit nu zien, weten zelf wel of ze er eentje krijgen of niet. Dus ik ga nu eventjes tellen, want ik heb hier op mijn telefoon heb ik printscreen staan van alle kaartjes. Even kijken, ik heb er nu 1, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 heb ik nou. Nee, ik heb er 11. Ik heb er 11. Want ik had er eentje nog niet opgeslagen. Dat ga ik nu even doen. En dan ga ik ze allemaal sturen. Want voor die eentje ga ik allemaal niet moeilijk over doen. Dus ik ga ze nu even schrijven. Ik laat natuurlijk niet de namen zien, maar ze zijn geschreven hoor. Dus morgen ga ik ze op de bus doen. Ik ben vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende. Yeah!